Wat een goed toernooi heb jij gereden, op één afstand dan? Ja, de 1500 meter was echt belabberd gewoon. Geen goed woord voor over. Nee, hoe kan dat? Ik was goed weg en in de eerste binnenbocht maakte ik een misser. En toen was ik een beetje mijn snelheid kwijt en dat probeerde ik op het tweede rechtstuk naar de 300 meter toe. Probeerde ik dat goed te maken en toen ben ik eigenlijk veel te gehaast gaan rijden. En ja, ik heb gewoon daarna geen moment meer echt geschaatst. En het was alleen maar achter de feiten aanlopen en harken. En dan rij je echt een tijd waar je gewoon verschaamt. En ja. Toch komen dat soort prestaties in de beste families voor. In de beste schaatsfamilies voor. De allergrote hebben ook wel eens een fout gemaakt. Als je dat in het begin doet, ja, rennen en haasten, dat moet je niet doen. Maar op zo'n toernooi is het wel begrijpelijk. Ja, ik stond derde en ik was gewoon heel erg gretig. Ja, en dan vergeet je eigenlijk gewoon om de rust in je hoofd te nemen. Om gewoon je dingen goed uit te voeren die je moet doen. En ja, dan word je meteen op afgestraft. Toch heb je gewoon een goed weekend beleefd. Je hebt 3 goede afstanden gereden. Hele goede afstanden gereden. Ja. Na de eerste dag stond je derde. Ja, ik zei aan het begin van het seizoen heel voorzichtig dat ik misschien een top 5 wilde halen. En nu sta ik hier, ben ik 5 geworden. Maar wel met een beetje gemengd gevoel. Maar net als ik zeg, de eerste dag heb ik gewoon echt super gereden. En na de 10 laat ik ook gewoon zien dat ik mentaal dat ik wel sterk ben. En dat ik ook gewoon na een slechte race toch mezelf kan opheppen. En gewoon weer met de beste mee kan doen. Ja, dat was bovendien je eerste grote toernooi bij de senioren. Je bent natuurlijk wereldkampioen bij de junioren geweest. Maar dat is heel wat anders, hè? Ja, dat is heel wat anders, zeker. En daar heb je ook geen 10. Maar ja, ik heb dit jaar gewoon een hele mooie stap gezet. En daar kan nog meer in zitten, want je doet mee aan het AKT2, 25 januari, ja. 5 kilometer voor de Spelen. Ja, ik ga me nu volledig richten op het AKT. En ik ben nu voor het eerst na een maand tijd ben ik gewoon weer fit. En dat voelt gewoon lekker. En ik ga in Colombo ga ik lekker de puntjes op de i zetten. En dan kom ik gewoon in topvorm kom ik terug naar het AKT. En dan mag ik al wel een beetje bang worden, denk ik.